Hallo allemaal. Nou, elke ochtend zagen onze buren zo vertrekken naar het circuit. Veel plezier! Maar helaas is nu het moment aangekomen om naar huis te gaan. Nou, daar gaan ze dan. Was leuk, hè? Top buren. Ja. Misschien hebben jullie mijn tijdelijke bijbaantje bij Pound meegekregen. Zo niet, de linkjes staan hieronder. En Pound wilde me nog een keer spreken. Nou ja, waarom niet? En in Zandvoort zelf worden de slingers ook opgeruimd tot volgend jaar. Ik verwacht september. Maar we houden jullie natuurlijk op de hoogte via de GoMax fanclub op Facebook. En als je dan naar huis denkt te gaan, dan springt ineens onze goede vriend Patrick Berg voor de bus om een visschotel te delen. Hoe lief is dat? De Zeemeermeer mensen, daar kun je lekker eten. Verse vis van de schoteltje van de Zeemeermeer. Oh. Goed, wat een held. Dankjewel! Zo gastvrij is Zandvoort, zo word je hier uitgezwaaid. Ja, ze springen gewoon voor je bus. Fantastisch, dankjewel Zandvoort. Ja, inderdaad. En al die mensen hier. Ja, zo. Zandvoort was de bom. We hebben er nog een beetje naleven van. Maar ik had voor geen goud willen missen. Dit was er eentje die valt onder wij waren erbij. En de hele wereld wist niet wat ze meemaakten. En met een kleine vertraging gaan we nu vertrekken naar Monza. En daar gaan we het ook meemaken met die gekke tifosi. Maar ik weet nu al, die paar rode rookbommetjes die ze daar hebben. Dat valt in het niet natuurlijk. Even kijken eens naar mijn nieuwe stickers. Daar hebben we ook een beetje vertraging erop gelopen. Die hebben we er even bij gezet. Leuk als jullie je abonneren. En dan gaan we nu vertrekken. Hatschikidee. En wij doen Tilburg-Monza in twee keer. Dus we hebben halverwege een camper plaatsgevonden in Spijer bij het Techniekmuseum. En het toeval wil, daar hebben ze vliegtuigen. En veel meer. Maar holy shit. Serieus indrukwekkend. Tenminste, dat vind ik. Dus mocht er nog een keer een Grand Prix in Hockenheim komen, dan zou ik toch even een bezoekje brengen aan het Techniekmuseum in Spijer. Want het is echt interessant en heel erg mooi. En wij maar zeuren dat de V10's verdwenen zijn. Hier staat gewoon een V20. Of wat denk je hiervan? 4000 pk. En ik had mijn camera al opgeborgen en dan komt net deze prachtige oude dubbeldekker langs. Nou ja, ik heb hem nog net kunnen filmen. Oké, lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken. Voor ons is het tijd om te gaan slapen. En morgen komen wij weer terug met video's en of livestreams. Hatschikidee!